weet niet waar ik ben vandaag, dat er ook niet toe. Niemand die je kent vandaag, dat er ook niet toe. Wij zijn Pieter Blauw, Martin Hummel en ikzelf ben Hans Rotterveel. Ja, we zijn de band Schief. Wij komen van Assen. En we zijn drie muzikanten die elkaar een beetje in het jamcircuit in Assen hebben ontmoet. En we zijn eens in mijn huiskamer gaan zitten en we dachten van nou, we kunnen best eens wat Drentse liedjes gaan proberen. Hier sta ik dan in Nepal, op de berg daar ligt snij. Boeddha binnen waar je kijkt, een kerel loopt naar mij. Hij vraagt aan mij in het Engels. Dit liedje heet Kathmandu. En Kathmandu, dat gaat over een vrijgezelle man, een einzelganger eigenlijk. Hij kijkt graag televisie, reisprogramma's en op een zeker moment ziet hij een uitzending en dat gaat over Nepal. En met name Kathmandu en dat triggert hem. Dat lijkt hem geweldig om dat een keer mee te maken. Maar volg je hart en dat is eigenlijk, dat zie je later in het liedje aan het einde helemaal terug. Want er zit een soort moraal in. Eenmaal terug in Drenthe denk ik vaker aan terug. Als ik in mijn bergen lig, in mijn huis in Dievenbrug. Maar wat is uiteindelijk de moraal van dit verhaal? Doe wat je hartje zegt, want dat is cruciaal. Kathmandu. Ik denk dat wij het Drentse Liedjes Festival moeten zien als een uiting van onze creativiteit. En dat we met onze hele manier van handelen andere mensen er ook plezier mee brengt. En natuurlijk dat de taal, het Drentse taal, ook een beetje in de belangstelling komt. En een heel goed medium voor taal is muziek. Dat is een overdrachtsmedium. Nou, voor daar nou die teksten op leggen, dan krijg je natuurlijk een heel mooi kunstverhaal ook kwijt in je eigen taal. Dat is belangrijk. En wij hopen dat het goed lukt is, uiteraard. En dat het mensen zal aanspreken.